Volgens sommigen is dit de knapste prins ter wereld. Sommige onderzoeken wijzen uit dat Zweedse mannen de knapste ter wereld zijn. En laten die Zweden nou ook nog eens een hele knappe prins in hun midden hebben. Prins Carl Philip, daar hebben we het over. Hij is de enige zoon van koning Carl Gustaf en koningin Sylvia. Hij heeft twee zussen, kroonprinses Victoria en prinses Madeleine. Omdat Carl Philip de enige zoon is, was Carl Philip ook een tijdje kroonprins. Maar amper 8 maanden, want een wet over de troonsopvolging werd met de terugwerkende kracht uitgevoerd. Zodat zijn oudere zus Victoria kroonprinses werd en later dus ook koningin zal worden. Op de kroon hoeft Carl Philip dus niet te rekenen. Hij koos voor grafisch design, wat hij eerst in Zweden studeerde en later vertrok hij naar Amerika, waar hij onder meer stage liep bij National Geographic. Terug in Zweden koos hij nog eens voor een landbouwstudie. Hij is sportief, deed aan de langste langlaufrace ter wereld, de Wasaloop, meer dan 90 kilometer, en hij stapt graag in racewagens. Als prins verbond hij daarom ook zijn naam aan een race voor jonge karttalentjes, de Prins Carl Philip Racing Cup. Namens het Koninklijk Huis legt hij bezoeken af in het kader van design en innovatie, passend bij zijn studie. En Carl Philip is ook de beschermheer van een aantal organisaties, waaronder de Nationale Dyslexievereniging. Zelf is hij ook dyslectisch, net als zijn zus Victoria, de kroonprinses en zijn vader, koning Carl Gustaf. In het voorjaar van 2010 gonsde het gerucht dat deze Prince Charming een relatie zou hebben met een voormalig model, Sophia Hellqvist. En dat werd later bevestigd. Maar er waren sterke geruchten dat Sophia niet welkom zou zijn in de koninklijke familie, door haar niet zo heel koninklijke imago. Ze was geen royal, maar wel bekend bij de Zweden door onder meer realityprogramma's en een aantal fotoshoots waarbij ze soms niet heel veel meer om het lijf had dan een boa constrictor en een klein broekje. En dat ze ook zichtbare tatoeages had, nog steeds heeft, dat speelde ook nog eens mee. Pestgedrag vond Carl Philip, net zoals hoe ze hem pesten vanwege zijn dyslexie. De twee trouwden op 13 juni 2015 in de Paleiskapel in Stockholm met Toet Royaal die naar Zweden kwam, waaronder de koninginnen van de Lage Landen, koningin Mathilde en koningin Maxima. Lieten ze bewust hun mannen thuis? En ze leefden nog lang en gelukkig. Maar het bleef niet lang stil. 10 maanden later werd er een prinsje geboren, prins Alexander. En 16 maanden daarna prins Gabriel. Toen werd het even stil, maar tijdens de lockdown konden de prins Carl Philip en prinses Sophia nog een kindje aan.